Good morning. De sterren van Liverpool werkten vanochtend op de velden van SV Rapp nog even een lichte training af voordat ze het vanavond tegen Ajax opnemen in de Johan Cruijff Arena. Een handjevol voetbalfans probeerde selfies te scoren met spelers van Liverpool. Liverpool net gezien? Ja. Heb je foto's kunnen maken? Ja, ik heb Mo Salah heb ik kunnen fotograferen even met de video snel. Darwin Núñez ook. Dus, en Alexander Arnold ook. Dus, ja. Ben je een groot Liverpool fan? Nee, ik spaar eigenlijk gewoon shirts en ik probeer voetballers te ontmoeten. Dus ik ga wel vaker ergens naartoe als ik weet dat een team ergens is. Dus dit was een hele mooie kans eigenlijk om zo'n grote speler als Mo Salah eventjes te ontmoeten. Dus geweldig. Ja. Maar stoppen doen ze niet voor je, hè? Nee, het was echt super moeilijk. Ik heb gewoon de hele tijd een video zitten maken met een voorcamera. En toen vroeg ik gewoon, Mo, kun je eventjes één seconde in de camera kijken in het Engels dan? En dat deed hij. Dus ik dacht van, hij gaat gewoon doorlopen. Maar hij deed het gewoon. Dat was ik ook echt super aardig van hem. Salah en met Alisson. Hij doet zelfs een duimpje omhoog voor je. Ja. En de volgende? Nee, met Salah. Die doet geen duimpje omhoog. Nee, die loopt gewoon door, maar glimlach wel de camera. Ik vind ze wel groot eigenlijk. Je ziet dat die Van Dijk zo groot wordt in het echt. Wat gaat het worden vanavond? Ja, ik hoop 2-0. Nou, we zien het wel. Spannend potje, hè, worden. Ja, dat wordt wel gezellig. Maar we kunnen er niet veel van verwachten. Ik hoop alleen dat ze hun best doen. Dat ze alles geven. En dan wordt het wel wat, denk ik. Ik denk 1-1 gelijkspel. Ja, 1-1. Ja. Daar heeft Liverpool genoeg aan. Precies, maar ik denk dat Ajax nu ook... Ze hebben de laatste keer zo'n tik gehad. Ik denk dat ze nu toch even denken van we gaan goed verder. Dus ik denk 1-1. Ik hoop 3-1 voor Ajax, maar ik denk dat we 2-1 verliezen van Liverpool. Maar ik hoop 3-1 voor Ajax. Maar ik denk niet dat we gaan winnen. Waarom denk je dat? Omdat Ajax de laatste tijd wel iets beter is, maar ik heb er op zich ook wel vertrouwen in. Ik denk 1-1 Ajax-Liverpool.